mensen, mijn naam is Dylan en welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer in de Pokémon Emerald Superweek. Wow. En welkom terug allemaal. De vorige keer hebben jullie kunnen zien in episode nummertje... Volgens mij was dat nummer 7 of 8? 8. Hoe de Pokémon Badge gehaald had. Badge nummer 3. En vandaag gaan we verder met avontuur. Gisteren was ik vergeten die video up te laden van hoe je dit downloadt. En dat ga ik allemaal nog wel doen, zeker weten. Maar nu even niet, we gaan lekker Pokémon spelen, want ik heb geen zin om dat nu te regelen. Alright, goed, in ieder geval, het eerste goede nieuws is binnen. Ik heb 50.000 abonnees. Ik ben er heel blij mee, ik hoop jullie ook. Ik vond het super tof dat het gewoon eindelijk gelukt is. 50.000 volgers. Hartstikke awesome, jongens. Echt, ik ben super blij ermee. Maar... daar gaan we een andere keer een video over maken. Want dit is allemaal Pokémon, Pokémon, Pokémon. We gaan even snel de fietsenwinkel in. En Oké, hij gaat zeggen van ver weg kom. En als ik zeg van ik kom van ver weg, dan krijg ik een fiets van hem. Oké. Acrobike. Wee. Ik neem de Acrobike. Toppertje. Oké, ik heb een fiets gekregen van deze gozer. Dat was even wat ik wou doen. En nu ik die fiets heb, ga ik natuurlijk op mijn fiets. Ga ik even kijken hoe het is. In ieder geval, jongens, ik vind het hartstikke dope wat jullie allemaal aan het doen zijn. Jullie liken heel veel video's. Er wordt leuk over gepraat. Ik krijg heel veel reacties in de chat. En mijn Pokémon, ik heb hem getraind eventjes. Level 21. Want iemand zei dat je dan Spark zou krijgen. Sparky hier op de staan. En heel veel mensen zeggen: fuck Sparky. Sparky moet weg. Een paar mensen houden hem. Maar echt een meerderheid zegt: fuck Sparky. Ja, sorry Sparky. Dus zodra ik een nieuwe elektriciteit Pokémon vind, dan ga ik je moeten vervangen voor een ander. Heb ik trouwens de... oh, what the hell? Hey. Ik wou net zeggen waar is de Rock Smash dude. Maar blijkbaar is hij hier. Ik ga toevallig het huis in. Ik wou net checken van, ik ga even kijken of ik Rock Smash in mijn bag heb zitten. Maar blijkbaar niet. Nu heb ik het wel in mijn bag. Ik moet trouwens aan fucking verkouden. Maar goed, in ieder geval, Rock Smash heb ik nu gekregen. Want die heb ik nodig om door te gaan naar de volgende stad. En de volgende stad is hier boven ergens, dat weet ik. Badge 4. En dat wordt... hoe heet het? Hoe heet ze ook alweer? Flannery van vuur. Ik ga Hercules leren. Waarom Hercules? Ja, ik weet niet of ik later Hercules ga gebruiken in mijn eindteam. Ik ben er nog over aan het twijfelen of ik dat wil. Nou, doe ik even zo. Hop, hop. Hercules doet Rock Smash. Helemaal top. Helemaal goed. In ieder geval, dat gaan we dus doen. En dan ga ik mijn fietsje. Woe! Dan kan ik gewoon Willy trekken. Check maar. Prap. Dus ik heb hem Rock Smash geleerd. Maar we gaan naar de volgende staan. Dat is Flannery heet ze. En Flannery is de vuurgym. Oh! Ik was niet aan het opletten. Maar er zijn twee teams. Twee trainers die mij willen battelen. En het is geen probleem. Kom maar op, zou ik zeggen. Ik ga je afmaken. Let's go. Tyron en Selina willen vechten. Een Sandshrew en een Roselia. Gelukkig heb ik vooraan mijn... oh, ik heb helemaal geen Sparky vooraan. Ik heb helemaal geen Fight Pokémon vooraan. Maar... met Spark... nee, dit is Ground. Ik ga hem Sonic Boomen. Bij jou ga ik sowieso emberen. Die andere, dit is gras. En de andere is grond. Dus de grond krijgt gewoon wat damage. Maar de gras, als het goed is, wordt de one-shot. Boom, lekker. Flamey level 25 ook al. Dus hij had echt bakken met damage op hem. Of op haar, Brazilia. Advanced Girl. Goed, ik heb nu dat ik ook even niemand even mijn XP share gegeven. Want daar heb ik geen zin in. Maar ik denk dat ik hem even ga geven zometeen aan... weer aan Icy. Want Icy een water Pokémon is. En we moeten zo meteen tegen vuur. Als ik die train, dan doet hij veel damage. Was wel leuk, Las. Ik kreeg heel veel leuke reacties. Op één iemand reageerde. Dat was super grappig. Ik noem niet mee. Je bent echt een sukkel, man. Icy is water. Water is sterk tegen elektriciteit. Ook andersom. Nee. Normaal niet. Dat is het grappige. Water is slecht tegen elektriciteit, juist. Dat is het hele mooie. Nou goed, we gaan even kijken. Even wat share geven. Toppie. Icy krijgt dus XP. Ik ga jou even achteruit zetten, jongeman. Ik ga denk ik Bruce, nee, Hercules even vooraan zetten. Weet niet waarom, ik wil Hercules lekker vooraan hebben. Nou, we gaan kijken hoe ver ik ga komen. Yes! Hier is een trainer, dat is een trainer. Hier gaan allemaal trainers moeten vechten achter elkaar door, dat weet ik in ieder geval. En dan, het einde van de rit heb je iedereen verslagen, heb je gewoon veel XP. Dus ik denk, ik ga het gewoon even doen. En dan ga ik daarna door naar boven naar Flannery, dus dat gaan we zo even regelen. Alright. Een Telo. Oké, Telo, ik ben niet bang voor je. Kom maar even op, Telo. Rock Attack, of Rock Smash, want dat is... wow, op zich gewoon leuk. Het is super effective. Fly is super effective. Maar op zich moet hij trouwens heel veel damage mee doen. Dat is niet zo slim dit. Want hij is een Fly type tegen Bug type. Dat is super effective. Maar hij heeft me niet geraakt, dus daar ben ik blij mee. Een Normal type. Change Pokémon, ja tuurlijk. Dan gooi ik even Bruiser in. Deze battles ga ik even sneller ja doen. Want het gaat niet om de battles zelf. Dus Karate Chopper op, dood.
Dan gaat Victor dood en dan gaat hij zijn matties roepen. Dus ik heb haar man verslagen. Dus de vrouw, net ook de man. Nu de vrouw moet ik verslaan. Roselia. Nou, Roselia. Rocksmash die handel. Oh, shit. Paralyzed, daar heb ik niks aan. Ik ga Flame dus snel inzetten. Want inderdaad, zij is gras. En dat is best wel sterk. Dus dan ga ik eruit halen. Hoppakee. Icy eruit. Goed zo, volgende. Het kunt dus wel nu. Ik heb mijn Heracross vooraan staan. Dus dat is niet zo slim. Nou ja, goed. We zijn een mama strong, really. Oké, okay, nu komt de zus, het dochtertje. Nou, kom maar op, Meryl. Horn attack gewoon. Braah! Horn aanval. Oh, wat een heerlijke damage komt eruit. Defense curl nog maar een keer, want als het goed is. Bam! Heb ik je gewoon met mijn fucking Hercules. Hercules is ook lekker bezig. Level 21 ondertussen. Ik heb hem de extra share gegeven. En Icy level 23. Lekker Icy. Hij wil quick attack leren. Ja hoor, ga ik je wel van leren. In plaats van een helping hand. Goed gedaan, ik ben heel erg trots op je. Oh, ik weet niet welke Pokémon komt, maar een vuur Pokémon. Oké, okay, ik had moeten wisselen eigenlijk, maar... Shit. Ah, dat is amper wat damage, man. Oh, en de Horn Attack doet gewoon in één keer een one-shot. Doe je nu, mol. Hercules, lekker Icy. En Shroomish. Ja, we gaan even wisselen. We gaan even Shroomish wel even... gewoon een vuur Pokémon boven zijn ass. En dan is hij dood. Boom, daar gaat Fifi. Heb ik zojuist verloren, zegt Fifi. Ja, joh, je hebt zojuist verloren, stom trot. En nu komt oma. Oma is de sterkste. Hoe durf je om mijn kleindochter te laten huilen? Ik ga je smack you. Ik ga je in elkaar slaan, zegt ze. Oh. You wanna fight, bitch? Ouwe taart. Eén Pokémon, één meditate. Ah. Meditate. Gaat zijn attack omhoog. Boom. Oh, yo. Ah. Oeh, niet verder effectief. Dus. En nog een horde attack, jongen. Hey. Hercules is sterk, ouwe. Holy shit, wat doet hij veel damage. Ik dacht, ik ga hem wegdoen eigenlijk in de fight zometeen. In mijn Pokémon League. Maar misschien hou ik hem wel. Als je geen haast hebt, kan je naar binnen komen. Zeg, nou, ga even binnenkijken. Wat moet je dan? Geef ze iets. Oké, haar kleinzoon is van de Pokémon League. Dat weet ik nog. Haar Pokémon, haar zoon. Dus zeg maar, haar kleinzoon. Die zit dus, dat is grappig. Haar kleinzoon is dus in de Pokémon League. Volgens mij is haar kleinzoon Steve van de Pokémon League. Weet ik niet zeker. Oh. Ik ga bijna voor die dingen langs. Dude, oprotten. Ik ga even naar beneden fietsen namelijk. Dat wil ik. En dan ga ik even een Pokémon healen. Dat vind ik wel even chill. Hebben zij dat gedaan voor me? Nee, hebben ze niet gedaan. Dan ga ik even een Pokémon healen. Hierin. Ja. En dan ga ik even rustig Pokémon healen. En dan gaan we eigenlijk richting Flannery. Want we hebben nu eigenlijk getraind al. Gaat lekker. Icy is weer level omhoog gegaan. Ja, daar doen we het voor. Dat Icy sterker wordt. En hier kan ik Rock Smash doen. Rock Smash! Nu! Go Heracross! Boom! Hercules, joh. Oh, Hercules is zo'n god, hè. Hij doet het zo lekker. Hier is een team van twee reporters. Dan gaan we gewoon met trainen. Weet je waarom? We gaan lekker trainen. Puur om het feit dat we gewoon mijn Pokémon sterker maken. Dus dat is handig om te doen. Pokémon trainen. Alright! Twee Pokémon. Ze winnen een double battle. Hercules en Flamie. Gelukkig kan ik Hercules deze aanpakken. En Flamie kan de one-shot op de Magnemite doen. Dus goed is, was het one-shot. Want hij is nog steeds de staal-Pokémon, steel-type. Met elektriciteit. Dus die kan ik one-shotten met vuur. Nou, gedaan. Easy peasy lemon squeezy. Horn attack. One-shot, 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 one-shot. Hercules, wat ben jij een god. Echt ongelooflijk. Oké, dan gaan ze interviewers. Dan willen ze me interviewen. Maar daar heb ik geen zin in. Doeg. Ah, nog een trainer. Maar dat zegt maar niet uit. Ik wil trainen, dus ik kan hem maar hebben. Een Shroomish. Horn attack die handel. Oeh. Mega Drain. Nou, doet niet zoveel damage. Rock Smash. Hoppa. En daar gaat hij dan. Doei Shroomish. Lekker daar. Hercules 117. Icy 117. En Meryl. Meryl is water. Dus ik ga Sparky iedere keer ingooien weer. Hi Sparky. Sparky. Ik pik Irene. Zet Sparky eruit. Sparken hem gewoon. En Sparky pakt de Meryl aan zonder enig probleem. Easy peasy. Lemon squeezy. En dan gaat iedereen neer. Hartstikke simpel, jongens. Als we dus onze Pokémon rustig gaan trainen. Alsof er niks aan de hand is, jongen. Oh. Tjoek. Ah! Zo! Het rijdt er in één keer op, gewoon. God damn it. Dan ben ik wel even gerekt. Maar niet uit. So be it, so be it. We gaan eens even kijken. Welke Pokémon heeft hij? Uit de Shenzhou. Ik heb Hercules. Hup, Horn Attack. Hup, Rock Smash. Scratch, Rock Smash, dood. We gaan het even dit sneller laten gaan, want dat duurt een beetje lang allemaal. Yeah! En ik ga trekken gewoon een wheelie en ik ga er vandoor. Ik ga kijken of hier een dope Pokémon in zit. Misschien is het hier een gaaf Pokémon die ik kan vangen.
Houndoom. Houndoom is heel cool. Zeker weten. Maar ik ga hem niet vangen. Crawdaunt. Crawdaunt is een hele sterke water-Pokémon. Ik vind hem echt heel cool. We gaan hem even killen voor extra XP. Maar ik heb al een coole water-Pokémon genaamd. Ja, jullie weten het. Icy, Vaporeon. Nou, Houndoom weer. We gaan nog even kijken. Oh, Crocodile. Wat cool. Nee, ik hou Icy. Ik hou Icy. En waarom hou ik Icy? Ah, gewoon. Weet ik niet echt. Ik hou hem gewoon. Oh, kut. Ik ben te ver gegaan. Nou, oké. Pokémon Battle. Dan ga je naar boven. We gaan niet meer kijken in die bosjes. Op zich wel sterke Pokémon. Leuke Pokémon ook. Maar ik heb wel Icy voor water. Dus dan ga ik het niet verwisselen. Een Telo. En een Hercules. Hercules gaat het gewoon doen. YOLO. One shot. One shot. One shot. Oh, die Hercules is al god, jongen. Alleen het probleem is, ik kan niet zoveel aan Hercules zometeen tegen die Pokémon trainer, de gymleider, want die is van vuur. Maar die Horn Attacks doen damage, jongen. Turing zeg. Hoppakee, level 22 denk ik. Nee, dat niet. Godverdomme. Nou, ik ga nog wel heel vooraan dan, voor nu. Goed, we zijn op de vulkaan aangekomen. Wat ik ga doen, ik ga even Icy vooraan zetten. We gaan een grot in namelijk. En ik denk dat het te trainen is met... Oké, gelukkig. Hier hebben we niet zoveel mee te doen. We gaan hier naar binnen. En we gaan het dan maar uitzoeken wat hier binnen gebeurt. Fairy Path. Oké, mooi. Eerst Pokémon die we tegenkomen is een... Dun, trap, trap, trap. Een Porygon 2. Coole Pokémon, maar die ga ik niet vangen. Daar heb ik geen zin in. Dat is echt dat is grappig, maar ik ga niet, dat is niet zo sterk, denk ik. Een Gramble, normal type. Oh, doe Sand Attack per ongeluk. Haha, mist. Dat is mooi. Yeah! Hup! Hoppa! En level 24 Icy. Dat is heel fijn. Want die hebben we nodig voor de best natuurlijk. Hoe hoger de level hij wordt, hoe sterker die is. We zijn bijna uit het Fiery Path. Uit het vuurpad. Jongen, Porygon, rot is op. Level Porygon 2. Ik hoef jou niet. Yeah, is weer buiten. Hoe ziet die eruit? Route 112. Oké. Okay. Ah, Swarma. Oh, ik ga er zo tussendoor. Alwieliënt. Bunny hoppend. Volgens mij loop ik nu goed. Volgens mij is het hier. Nee! Ik heb toch geen zin te vechten met jou. Oh, man. Oké, een Wingull. We gaan gewoon quick attack als ik dood is. Oh. Nog een keer, quick attack. Ja hoor, lekker gedaan. Hij heeft 231 XP erbij. Roselia. Water Pokémon, ja. Dat is een gras Pokémon. Ik heb water erin. Dan gooi ik natuurlijk mijn vuur erin. En met die bitch. Oh, ze leeft nog? Kut. En Super Potion, really? En trainen met Super Potion niet gebruikt. Fuck off. Het is geen gym fight. Maar ja, goed. Flamie, lekker hoor. Hoppakee. Leveltje 26. Flamie doet ook lekker. Een vuur Pokémon. Numel. Nou, gaat Icy er weer in. Natuurlijk water. En dan gaan we een Watergun eroverheen gooien. En klaar is Case. Nou, Brooke, ik heb je verslagen. Dat is op mijn telefoonnummer. Ah, is geen probleem. Of hij, ik weet niet eens. Dit is Brooke. Dat lijkt weer op een chick. Oké. Okay. Oh ja, dan komt met die as-Pokémon. Die ashes van die vulkaan. Toppertje. Wat zit hierin? Oh, een motherfucking Aerodactyl. Ik denk hem wel vangen. Ik ga gewoon lekker vangen. En kijken hoe ver hij komt. Want hij is wel sterk. Heb ik tenminste een wing. Iemand van Fly. Top. Hij is low, maar dan gaan we gewoon vangen en we zien vanzelf wel. Want volgens mij kan die best wel sterk zijn, namelijk Aerodactyl. Pokémon, nu! Kom op. Jongen, ik heb echt ongeluk de hele tijd met Pokéballs deze serie. Pokémon, nu! 1, 2. Fucking hell. Kappen met die Alligality Fire. Gaan we weer. Pokémon, nu! Jongens, ik moet diezen. Twee, drie niezen. Betekent geluk. 1, 2, 3. Oh, nee. Ik dacht dat ik hem had. Kom op. Oh my god. Ik heb zoveel ongeluk deze serie. Ja, rot toch op. Ik ga het weer doorspoelen, want het duurt weer super lang. 1. Ja, hop, weer niet. 2. Doe normaal dan. Weer niet! Ayo! Weer niet! Doe serieus! Ayo, hey! Hey, fucking hell!
Doe even serieus. We hebben letterlijk iets wat... Ja hoor. Ik ben niet eens meer blij gewoon. Holy fucking shit. Ik dacht, ik vang hem wel even voor de zekerheid. Lijkt me leuk. Wat een kutbeest, jongen. Holy moly. Maar, ik heb hem. Ik noem hem Kajil. Holy man, wat een moeite moet ik doen om fucking Pokémon te vangen deze serie. What the actual fucking Blastoise. Hey, jongen, ik heb zulke vette water Pokémon kunnen vangen. Holy moly, man. Maar, ik wil hem niet gevangen. Want ik heb al een vette water Pokémon. We gaan door. Yes! Hop, we gaan hierheen. We zijn het Pokémon Center aangekomen. Eindelijk aangekomen bij Flannery in de fucking Pokémon Center. Holy moly, wat een trip is dit geweest. Maar goed, mensen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Want dit was weer de episode. Volgende episode ga ik natuurlijk proberen om Flannery te verslaan. Terwijl de Fire Gym Leader. En we gaan allemaal wel zien hoe dat gaat lukken. Of het me gaat lukken überhaupt. Zie je graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat dan alles tot ziens. En peace!